ineens ziet ze haar lijstjes. Hé, wat leuk. Je hebt een aflevering van Jessica leest voor aangeklikt. Geef meteen een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dan gaan we nu beginnen. We gaan Gorny lezen en dat boek is geschreven door Olivier Dunria. Dit is Gorny. Gorny is een gansje. Een klein geel gansje met knalrode lievelingslaarsjes. Die draagt ze elke dag. Ze draagt ze als ze eet, ze draagt ze als ze slaapt, ze draagt ze als ze een ritje maakt, ze draagt ze als ze verstoppertje speelt. Maar het allerliefst draagt Gorny haar knalrode laarsjes als ze een stukje gaat lopen. En dat doet ze elke dag. Ze loopt de ene kant op. Ze loopt de andere kant op. Ze loopt omhoog en ze loopt omlaag. Ze loopt in de regen. Ze loopt in de sneeuw. Gorny loopt elke dag op haar lievelingslaarsjes. Het zijn haar allerliefste lievelingslaarsjes. Op een dag zijn de knalrode lievelingslaarsjes weg. Gorny zoekt ze overal, onder het bed, achter de muur, in de schuur, onder de kippen. Gorny zoekt overal naar haar knalrode lievelingslaarsjes. Ze zijn weg. Gorny is heel verdrietig. Maar dan ineens ziet ze haar laarsjes. En een ander gansje met haar lievelingslaarsjes aan. Mooie laarsjes, zegt Gijsje. En Gorny moet lachen. Gorny is een gansje, een klein geel gansje met knalrode lievelingslaarsjes. En die draagt ze bijna elke dag. Dit was een aflevering van Jessica leest voor. Welk boek ga je nu kiezen? Er staan er een heleboel in de afspeellijst. Veel plezier!